Toch is dat er een paal. Ik ga dragen. Die zijn niet, zoals in de media wordt beweerd en zoals Montasser Aldeme ook heeft gezegd, die zijn niet afkomstig uit een aantal onbetrouwbare hadiths, leven van Mohammed, of een aantal onbetrouwbare websites. Die zijn eigen aan de islamitische leer, aan de Koran. Allah is geen liefdevolle God. Allah is geen God die liefde predikt, zoals Jezus. Niet is zoals Mohammed. Mohammed was een rover, was een veroveraar. En dat in tegenstelling tot Jezus. En een moslimbeurs als deze is dus een rechtstreekse weg naar radicalisering. En het Vlaams Belang komt niet alleen op voor onze mensen, voor de ongelovigen, die krijgen te maken met radicalisering en jihad. Maar wij moeten ook het opnemen... voor de jonge moslims en de ex-moslims, die worden gehersenspoeld en die zullen uitgroeien tot de toekomstige jihadisten. Philip de Winter. Bedankt Sam. Beste vrienden, ook in mijn naam bedankt voor uw aanwezigheid. Spijtig genoeg wordt deze manifestatie een jaarlijkse verplichting voor onze partij om als enige te blijven protesteren tegen de islamisering. Want na moskeeën en koranscholen, na imams, hoofddoeken, hijabs en burkas, na halal, voedsel en ritueel slachten, na sharia en bida, na gescheiden zwemmen in de zwembaden, nadat men gisteren nu ook duidelijk heeft laten weten dat op Moederdag, en we zijn vandaag niet in Antwerpen, maar wel in de rest van ons land, Moederdag aan het vieren, ook dat kan niet meer, is haram volgens de Koran, volgens de islam. We hebben kruis- en kerstboomverbanning gekend. We hebben sharia-rechtbanken en halal-bankieren in het vooruitzicht in onze stad. En nu daarbovenop ook een islambeurs. Modern zal men zeggen, zeker wat de vorm betreft, maar helaas niet wat de inhoud aangaat. En sommigen zeggen zo'n islambeurs, ook een paar journalisten dat past, die zeggen maar zo'n islambeurs, daar is toch niks fout mee. Dat is toch zoiets als, ja, een auto of een vakantiesalon of een second home expo of een postzegelbeurs of god beter het, een erotica beurs. Nee, beste vrienden, een erotica beurs is als ik de dames geslaard met kleding tot op de grond, en dan komen de twee achter u aan, zie een erotica beurs is het in ieder geval niet, apartheid. De moslimbeurs is een apartheidsbeurs waar segregatie wordt gepredikt. En islamapartheid in de praktijk wordt gebracht. Apartheid, iets waar men in het verleden in andere werelddelen vanuit links
en centrumpartij toch zo tegen was. Vandaag en morgen vinden hier achter ons in Antwerp Expo voor de gelegenheid op alle publiciteit hervormd qua naam naar Medina Expo. En dat is niet zo onschuldig als het lijkt om Antwerp Expo te vervangen door Medina Expo. Wie de islam en de Koran kent, weet waar ik het over heb. Vinden hier workshops plaats over islamitische mode, over islamitisch bankieren, over islamitische marketing, over islamitisch onderwijs en uiteraard over islamitisch halal voedsel. Essentie van de islam. Over de eigen kleding, inclusief hoofddoek. Over het halal eten en drinken. Over de eigen halal cosmetica. Hoe men islamitisch kan bankieren, hoe men eigen scholen uiteindelijk moet oprichten, moskeeën moet hebben, theehuizen moet hebben, eigen winkels in de praktijk moet brengen. Wie is die man met zijn lange Pakistanse naam? Hij komt helemaal uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is de eerste keer, heb ik gelezen op de website van de Islambeest, dat deze man hier komt. En die prostituees, die mogen gedood en vermoord worden, volgens meneer Alika. De volgende in de praktijk brengen, erover staan van vrouwen, erover spelige vrouwen, erover staan van ongelovigen, erover staan van prostituees, erover staan van al diegenen die niet doen wat de Koran hen opleggen. Beste vrienden, na alles wat we onder andere in dit land, maar ook in de rest van Europa de voorbije 3 jaar hebben meegemaakt, meer dan 26 aanslagen gepleegd door IS, met vele tientallen doden en honderden gewonden en slachtoffers, denk ik dat het evident is dat haatpredikers zoals die Oustad Oumar Al-Ikam hier geen toegang krijgen. Maar dat zwijgt een economische jihad wat Europa Arabië moet maken. En ons antwoord is duidelijk. Europa mag nooit Arabië worden. En Antwerpen mag nooit Medina worden. En de Antwerp Expo mag nooit Medina Expo worden. Beste vrienden, sommigen proberen ons wijs te maken dat er wel zoiets zal komen als we maar tolerant en verdraagzaam en open genoeg zijn. Als een Europese verlichte islam die onze Europese waarden zou omarmen. En wat ze vandaag doen, is klein, zoals de Spanjaarden in Zuid-Amerika gedaan hebben. Zoals de Blanken ooit een tijd in Afrika gedaan hebben. Dat is naar hinder gaan, hun suprematie laten blijken en hun manier van leven opdringen. Geen vrouwenhaat.